Jari van Wijk, 5-1 tegen Apeldoorn. Geen kampioen. Baal je? Nee, baal niet. Het is wel jammer, maar ja, het wordt een wedstrijd opgeschoven. Ik bedoel, Stappers doet gewoon goede zaken voor hunzelf. En ze houden de druk bij ons erop. Dus dan moeten we volgende week weer aan de bak. 3 weken geleden, bij Gene Muiden, raakte hij er geblesseerd uit. Wat gebeurde er? Ja, ik maakte een slijding en die jongen die wil die bal ook wegschieten. Ik was net wat eerder en hij raakt voor mijn voet. En op dat moment dacht ik van, nou ja, het valt wel mee. En ik liep daarna en probeerde een paar keer op de grond te stampen om te kijken of het gevoel weer een beetje terugkwam. Maar dat gebeurde niet. En hij begon te kloppen. Ja, het was gewoon een raar gevoel. En ik voelde al snel dat het niet goed zat. Ja, kom je er later achter dat hij gebroken was. Nog wel doorgeprobeerd te spelen, maar dat ging gewoon niet. Ja, en blijkt later dat de onderkant van mijn grote teen ook nog een grote scheur zat. Dus dat moest ook nog gehecht worden, plus die breuk. Ja, dat was wel even vervelend nieuws gelijk. Vorige week kon je niet meedoen, vandaag wel. Hoe ging het? Het was wennen. Ik heb donderdag voor het eerst getraind. En dan ben je nog heel voorzichtig. Ik was bang dat de wond misschien open zou gaan. Nou, de doktoren hadden gezegd van als de wond open is, dan duurt het misschien 5 weken tot 6 weken langer om te herstellen. Ik was blij dat donderdag al snel de wond gewoon dicht bleef. Dus dat gaf mij een gerust gevoel. De breuk zelf, ja, het doet pijn. Dus je moet met pijnstillers moet je spelen. En ik wou kost wat kost, wou ik vandaag ook spelen. Niet verwachtte, aan de ene kant misschien dat ik in de basis gelijk zou starten, maar dat was wel een droom die voor mij alsnog uitkwam. En hoopte eigenlijk vandaag kampioen te worden, want dat was wel mijn streven om daar vandaag weer te staan. Dat moet dan volgende week gebeuren? Dat moet volgende week gebeuren, ja. Ik bedoel, als wij winnen van Urk, we hebben het in eigen hand. En als we onze plicht doen en wij winnen van Urk, dan zijn we kampioen en dan moet het een groot feest worden. Was van deze week nog meer mooi nieuws? Je blijft? Ja, het heeft even wat langer geduurd dan gepland en al. Er zaten wat haken en ogen zaten er allemaal aan. Uiteindelijk gewoon goed gekomen en volgend jaar nog hopelijk de topklasse goed bestormen. Blij mee? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, het is afwijken. Het is de eerste 2 jaar dat ik bij Akkerman kwam te spelen door de topklasse. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik kom ook weg uit die contraien daar aan het westen van het land. En het is toch mooi dat ik nu eindelijk een kampioenschap weer mee kan maken en dat we promoveren naar de topklasse. En je wilt toch op het hoogste niveau blijven spelen. Nou ja, en dan doe je met een promotie naar de topklasse. Ja, en volgend jaar zien we hoe we ervoor staan en hoe we het gaan doen.